Een weermodel rekent uit wat het weer de komende dagen, komende uren of misschien zelfs de komende maanden gaat worden. Wij gebruiken ze vooral voor de komende dagen tot maximaal een dag of 7 à 10 vooruit. En de komende uren zijn natuurlijk vaak ook heel erg belangrijk. Een weermodel rekent met natuurkundeformules, maar daarnaast moeten er ook allerlei keuzes gemaakt worden. Een model is namelijk altijd de benadering van de werkelijkheid. En de werkelijkheid is zo complex dat dat niet in het model kan zitten. Er zijn heel veel verschillende weermodellen. En die zijn er met name omdat elk respecterend weerinstituut graag zijn eigen weerberekeningen doet. Want bij een weermodel ga je heel veel keuzes maken hoe hij de berekeningen moet doen. Natuurlijk heb je de natuurkundeformules, die zijn voor alle modellen hetzelfde. Maar je moet ook kiezen hoe je bijvoorbeeld wolken laat ontstaan of hoe je met de straling omgaat. Je maakt een keuze wat voor landinformatie je erin doet. Zeg je dat het hele grote gebieden zijn met water en bos en akkers? Of wil je elke stad en elke straat erin hebben? Maar het zijn die keuzes van de modellenmaker die bepalen hoe een model precies gaat rekenen. Al die informatie zorgt er uiteindelijk voor dat een model net op wat anders uit kan komen dan het andere model. En soms is dat prima en soms niet. En de meteoroloog die speelt dan nog een heel belangrijke rol. Want elk weermodel komt een beetje op wat anders uit. En bij bepaalde weersituaties weet de meteoroloog, nu moet ik dit model meer waarde geven. En in een andere situatie misschien een ander model. Dus de meteoroloog beoordeelt alle weerdata, kijkt dan wat het meest bruikbaar is en voegt dat als extra kwaliteit aan de weersverwachting toe. En op die manier speelt de meteoroloog een belangrijke rol in de communicatie van de weersverwachting naar onze klanten.